In de omgeving van de Puntjak, tussen Buitenzorg en Bandung, liggen de tijdens de Japanse bezetting zo verwaarloosde theetuinen. De eerste stap tot het weer productief maken van een onderneming is de diepsnoei, die van een theeboom weer een theestruik maakt. Reeds na 2 maanden lopen de eerste nieuwe loten uit. De pluk, of putjuk, begint zodra er voldoende jongblad is gevormd en al vroeg in de morgen komen de pluksters om het blad te verzamelen. Na de pluk gaat de oogst naar de fabriek. Hier wordt ze gewogen en na verschillende bewerkingen scheiden sorteermachines en schutzeven soorten en kwaliteiten. En nu is het geurige blad gereed om over de gehele wereld verzonden te worden.